Vanaf 1 januari 2016 heeft iedere werknemer in de bouw en infra de beschikking over een individueel budget. Het individueel budget moet worden besteed aan 3 doelen. Ten eerste om werknemers in staat te stellen zichzelf te ontwikkelen, gezond te blijven werken en gemotiveerd aan de slag te zijn. Bouwplaatsmedewerker Harry heeft bijvoorbeeld een droom. Hij wil uitvoerder worden. Met zijn individueel budget bekostigt hij de opleiding junior uitvoerder, die hij op zaterdag volgt via bouwopleiders. Het individueel budget is ten tweede bedoeld om verlofdagen mee te financieren. Werkvoorbereider Wilma gaat een reis door Noord-Amerika maken. Met haar individueel budget houdt Wilma haar inkomen op peil tijdens de reis. Als laatste kan het individueel budget worden gebruikt om te werken aan de gezondheid. Calculator Jos heeft wat overgewicht en een verhoogde bloeddruk. Jos gebruikt zijn individueel budget om 2 keer in de week begeleid te sporten. Zo helpt het individueel budget alle werknemers veilig, plezierig en gezond te blijven werken. En dat is belangrijk, want in een tijd waarin 40 jaar hetzelfde werk bij dezelfde werkgever nauwelijks nog voorkomt, moet iedereen zich blijven ontwikkelen. Meer informatie over het individueel budget en rekenvoorbeelden vind je op de website van Bouwend Nederland.